Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Iedereen weet nog waar hij was en wat hij deed toen het nieuws bekend werd. Dat geldt des te meer voor de mensen die op 6 mei aanwezig waren in en om het gebouw van 3FM. Ik was destijds de zendercoördinator en maakte het drama van dichtbij mee. Heel Nederland was getuige van de moord, maar wij net even iets meer. Ik zag Pim natuurlijk vallen en ik dacht, wat doe je nou? Wat ik heb onderschat was dat ik het verschrikkelijk vond dat die man daar alleen lag. Ik ben Paul van der Lucht. In deze podcast, De Laatste Dag, hoor je hoe die laatste dag van Pim Fortuyn is beleefd door de mensen die erbij waren. Dit is niet mijn verhaal of hun verhaal. Dit is ons verhaal. En het slotakkoord van Fortuyns verhaal. De Laatste Dag is gemaakt in samenwerking met AudioHuis, VBK Audiolab en Alphabet Uitgevers.